een beetje babbelen over Vibe. Ik dacht eigenlijk dat het vi.be was. Ik weet het ook niet. Maar vroeger zei ik altijd vi.be. Ja, Vibe heeft wel een goede vibe. Vibe heeft wel een goede vibe. De eerste kennismaking met Vibe. Ik denk, wij hebben ons ingeschreven voor de Rockradic. Dus 2011, dat zal de eerste aanraking geweest zijn. En dat was ook de eerste keer dat we iets moesten uploaden, want dan moet u drie nummers daarop plaatsen. We keken ook naar andere bands en we hebben voor voorprogramma's geluisterd naar demo's. Zeker, van bands, ja. 200 bands die via Vibe drie nummers moesten doorsturen. Ja. En ik denk dat waar dat veel andere rockrallies en concours het houden bij het snelle moment in het begin, is het wel goed dat er iets is dat een beetje opvolgt, omdat ik denk dat het belangrijkste is voor bands om niet alleen hoe vertrokken te zijn, maar ook om te weten hoe dat het op lange termijn uithoudt en hoe dat je omringt en hoe dat het in de muziekindustrie overleeft een beetje. Als ik één iets heb voor bands waar ze moeten opletten, dat is het om prioriteiten te maken. Ik zou ook wel zeggen tegen ons allebei in het verleden tijd, mentaliteitsmachine, studeer je Frans. En, heel belangrijk. Studeer je wiskunde. Well, dat ga ik waarschijnlijk sowieso niet doen, zelfs al zeg ik het tegen mezelf, maar goed. Ja, Frans is heel belangrijk. Als je het niet kan, dan ben je als een... Oui. Dat is ja. Daar stopt het ook.